Iedere zondag tussen 5 en 7, Michiel van der Brugge in Douchco. Met natuurlijk een terugblik naar de Haagse flitsende 50 uit de 80's. Jouw douche vol met disco. Elke zondag tussen 5 en 7 op Radio Stad. Week lekker met Michiel van der Brugge onder de douche. In het programma Douchco. En daar komt een douche van prachtige disco over je heen. Deze computer Soul was de eerste plaat die we draaiden voor jou hier op dit radiostation. Wij zijn Radio Stad Den Haag. Mijn naam is Michiel van der Brugge. Neem je mee tot een uur of zeven hier vanavond. Vanmiddag en avond, laten we het even zo zeggen. Met daar natuurlijk de lekkerste plaatjes in uit het jaar 1986. Vandaag mag je hem opzoeken. Het is week nummer 32 dat we met je gaan doornemen. Dus kom er even gezellig bij. Also in de chat. You can come into the chat and join the chat.
Ik los weer even a lot of people already in the chat hier. We hebben Edward Loef uit Utrecht. Hans is er ook aanwezig. Joe Nathan natuurlijk. José Galantis van Maleisië. En ook nog Marcel van Wandrooy. Hallo Marcel. Mark Loverstein zit er ook nog even in. Mr. Italo. En Zanisha. Hallo Zanisha. Welkom to your radio Stad Den Haag. Het is zondag, de zon schijnt, het kan allemaal niet beter. En dan begonnen we met deze prachtige plaat van Louis Computer Soul, dat later nog verschenen is op het label van Eventi dat Zuro Records. Dat weet je dat ook weer. Door nummer 49. Die stond ook nieuw in deze lijst. En ik wil jij dan aan de rand van de radio. 26 mensen hebben gestemd voor hun favoriete plaat. En dit is namelijk ook zo'n favoriete plaat van iemand die deze heeft aangevraagd. Dat is nummer 49. Ik zal je zo meteen vertellen wie dat gedaan heeft. Want dat is natuurlijk wel belangrijk om dat te weten. We gaan even naar Frederico Di Bonaventura. In MNG. When I Let You Down. Daarna speciaal voor Marcel van der Harst, dames en heren. Marcel van der Harst houdt ook natuurlijk van de Frederico Di Bonaventura. Ik wil jullie trouwens, jij dan aan de kant van de radio, nogmaals bedanken. 26 stemmers hebben gestemd op diverse platen die we nu gaan draaien voor jou hier in Dusko. Je weet dat je douche vol met disco. Met de dance uit 1986. Vandaag nemen we het met je door. Gezellig op de zondag. Deze lekkere zondag trouwens. Niet te warm, niet te koud. Zit er een beetje net tussenin. Trouwens, de lijst werd uitgezonden op 9 augustus. En dat was toen nummer 32 van 1986.
Joe Yellow, and you're listening to Radio Staten Haag. Negende week stond hij genoteerd, deze Joe Yellow. Je hoorde net even natuurlijk voorbij komen, deze Jo. Jo is een beetje rustige man. Hij leeft ergens in de bossen, denk ik, of zo. Dat is een beetje, het is een beetje een ijzelgangertje kan het zijn. Dat kan je zo'n beetje noemen, denk ik. Ja, zoiets van gelijke strekking. Goed, deze nummer 46 van deze natuurlijk Joe Yellow werd aangevraagd door een aantal mensen die deze plaat zo graag wilden horen hier op jouw radio Stad Den Haag. Onder andere nummer 46 was voor Sylvester Bos. Sylvester, als je luistert, deze plaat was speciaal voor jou. En deze plaat is natuurlijk een lekker zomers plaatje. Nummer 45 werd aangevraagd door Peter van der Bos en ook door Peet de Zeeuw. Hier zijn ze, de SOS Band en Bored Love, hier op nummer 45. Yeah.
heb je geleend van deze SOS-band. Bored Love in de remix, hoorde je hem hier. Nummer 45, doen van nummer 31, stond 4 weken genoteerd. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert, allemaal. Er zijn natuurlijk 26 mensen die hebben gestemd. En we moeten 33 platen gaan draaien. Dat is best niet weinig. Dus we gaan even lekker gas op die lolly geven. Zometeen 27 en 15 van Hansie Hans in de mix. En ook Ricardo Bernardo gaat nummer 9 en nummer 3 doen. Maar ik wil jij er aan de andere kant van de radio toch even zeggen van... Goedemiddag! We gaan even door met die volgende showplatten. Hier is nummer 43, komt van 50, Eugene. Radio staat en hard. Be your life. Ik ken deze plaat niet. Dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. Sommige platen in de vergetelheid zijn geraakt. Een beetje het fun gehalte van deze Eugene. En dat heet de Free Your Life 43. Komt toe voor nummer 50 af. En stond 5 weken in de lijst genoteerd. En nummer 43 was voor onze Leo Elzinga. Ja! Leo Elzinga, onze man met zijn hazenwind honden daar zo heerlijk in Spanje. Dan geniet hij natuurlijk ook van Radio Stad Den Haag. Want je bent worldwide, zijn wij te ontvangen. En dat is natuurlijk even leuk, hè? Nou, in ieder geval, dat heette Free Your Life. Een soort van Free Willy figuur. Leuk dat je ook in de chat zit. Our 4 viewers and listeners, welcome abroad. We are live here from Sweet Lake City. And if you want to join the chat, go into the chat as DJ Elroy did. Edward Loef zit er ook in. Hansie Hans, Joe Nathan natuurlijk. José Galantis, Marcel van Wanrooy, Marco Di Luna, Mr. Italo, Ricardo Bernard en Talecki Pal. Talecki, ja, Talecki. Leuk dat je er ook bent, hoor. Nou, dit is een plaat met ook weer een verhaal, want je weet het. Ze begonnen namelijk Let's Talk About, je weet wel. En dit is nummer 41 nieuw. One Way, Let Me Feel Your Body.
Over het seksgehalte en dan daarna ga je ineens, denk ik, wil dat voelen. Ik wil het even een beetje betasten. Let me feel your body. Hier 1986, week nummer 32. Dat is wat we uitzenden hier op jouw radio. Staat vandaag op deze 5e juni van dit jaar 2018. En de plaat Let Me Feel Your Body stond op 41 naar nieuw. Dat was niet een van de hoogste nieuwe binnenkomers, want er zijn nog veel meer hoge nieuwe binnenkomers. Maar dat is een nieuwe binnenkomer. Nummer 40, dat is deze plaat. Je zou zeggen, die begint gek, want die begint namelijk normaal heel anders. Maar Peter van der Bos, waarom graag horen, die heeft hem aangevraagd. Zoals 26 andere mensen die dat hebben gedaan. En jouw plaat komt ook nog voorbij hier vandaag. Met vandaag onder andere E.G. Daily. We hebben Hot Cold, Fred Ventura, Jokato, George Aaron, Brian Eyes, Radiorama, Michael Johnson. Je kan ze allemaal niet opnoemen. Maar dit is heerlijk, jongens. Dit is Alicia en All My Passion. Nummer 40 is tot 11 weken genoteerd. Alicia en All Night Passion. Goedemiddag. Even naar een volgende plaats. Aangevraagd door Mary Ann. Hier is Mike Marine, a Love Spy op 39. Radio Stop and Hi, this is Mike Marine. Love me.
Lekker met Michiel van der Brugge onder de douche. In het programma Douchco. En daar komt een douche van prachtige disco over je heen. Free, 38 van nummer 27, stond 11 weken genoteerd in jouw lijst van vandaag. 1986 zitten wij en we doen met z'n allen hier zo lekker week nummer 32. 1986, wat een lijst, man. Niet te geloven. Er stonden heel veel leuke dingen in. Wat ik jou in de chat even wil vragen, misschien even leuk om dat even tussendoor te doen. Er staat op nummer 1 de Holiday Rap van MC Mike RG en DJ Sven. Die gaan we natuurlijk draaien. Maar misschien dat jij aan de andere kant van de radio denkt, ik heb liever die stad zomerrap eens een keer weer. Nou, dat kan. Daar kan jij een keuze gaan maken. Dat heb je nog echt anderhalf uur ruim de tijd voor om te gaan kiezen of je de Holiday Rap van DJ Sven wil horen en MC Mike RG. Of dat je denkt, doe eens een keer die stad zomerrap. Doe weer eens een keer gek. Nou goed, ik hoor het van je daar aan de andere kant van de radio. Make your choice. Op number one, that's MC Mike RG en DJ Sven. Or you want to hear our radio Stad Den Haag Holiday Rap. Maar goed, de plaat die je trouwens net hoorde hiervoor was Mike Marie met Love Spy. Die ging van 39 naar 20, stond 11 weken genoteerd. En deze Mike Marie werd aangevraagd door onze Mary Ann Eichhorn. Daar kan ik ook wel inkomen natuurlijk. Kalisvaart, die onze drogisterij is daar in Den Haag. Die wou nummer 39 heel graag horen. Mary Ann, hij is speciaal voor jou gedraaid hier op je radio. En deze is voor een man, ik ga het proberen uit te spreken. Darek Rubetjovski. Ja, Darek Rubetjovski. Ja, het is goed, hè? Ja, ik had het al een klein beetje buitenlands. Ja hoor, er gaan best wel aardige dingen hier zijn. Ja, daar gaan we dan met deze man. Ook een wat donkerger tinte man in de Italo Dancy. Nummer 35 van 29. Hier is Pala Charada, Boxer. Every day you wanna play. Can't you do without?
misschien wel een vraagje. Wie draagt er tegenwoordig nog een bokser, dames en heren? Wie draagt er nog een bokser? Ik niet, zal ik jullie zeggen. Ik draag geen bokser. Nee, zeker nu niet met het warme weer dragen. Een bokser, nee hoor. Niets doe ik helemaal niets aan. Maar dat dit terzijde. Misschien dat jij ook niks aan. Misschien een klein bikinietje of zo. Een klein broekje aan, dat kan maar kunnen. Dat zou misschien kunnen. Nou, deze plaat is namelijk niet aangevraagd. Maar wel deze nummer 35 die we net draaiden. Voor meneer Rabzulski. Ja, die had deze plaat aangevraagd hier in deze Hartz of Lidse de 50. Bedankt, Darek, voor het aanvragen van deze leuke plaat van Paul Gerada en de Boxers. Hij zakte trouwens van 29 af naar 35 en stond 6 weken in deze lijst genoteerd. Nou, zoals je weet komt vanavond Peter Wilson hier in de radiostudio. En die heeft met heel veel mensen samengewerkt, onder andere met Stock, Aitken en Waterman. Maar hij heeft ook nog wat gedaan met deze vrouw. Nou. Daar zijn we natuurlijk best wel een beetje jaloers op. Want wie zou dat niet een keer willen doen met onze Sabrina Salerno? Denk er maar eens even goed over na. Ja, je kent er natuurlijk nog wel van dat van Hot Girl onder andere. En met die boobies in het bad. Maar dit was weer een andere. Ook niet verkeerd trouwens. 34 stond ze genoteerd. Want over nummer 40 af en stond 2 weken in de lijst. Sabrina Salerno. Dit is Radio Stad Den Haag. Dit is Dusko. En het heet Sexy Girl. Sexy Girl. Sexy Girl, nummer 34 genoteerd. Komt over nummer 40 af. Ging een paar plaatsen omhoog dus. En stond 2 weken in deze lijst genoteerd voor vandaag. Nou leuk, jammer luistert hier zo. Deze plaat was niet aangevraagd. Vond ik wel een beetje jammer, denk Sabrina Salerno. Nou ja, dat vinden de meeste mensen wel lekker natuurlijk. Ja. De plaat die we ook overigens slaan is van Samantha Fox met Touch Me, I Wanna Feel Your Body. Deze Touch Me slaan we over, maar dat is eigenlijk ook weer een plaat die we misschien vanavond zouden kunnen gaan draaien. Omdat ook Samantha Fox heeft ook onze Peter Wilson, die vanavond hier langs gaat komen, heeft er ook mee samengewerkt. Dus we zijn wel een beetje benieuwd naar die Peter Wilson, want die heeft aardige boobies kunnen bekijken. Nou, leuk dat je allemaal nog meedenkt voor de nummer 1 voor vanavond. En iedereen is een beetje overeen dat het toch al is zomer. Dus waarom zullen we die zomerrap niet gaan draaien? Maar mocht je nog een andere mening hebben, dan mag je altijd even gezellig dat even ventileren. Doe dat even via de chat hier op jouw radio Stad Den Haag. We gaan een plaatje draaien voor een vrouw die nog gelukkig getrouwd is met Ron Bunschoten, onze Miranda Mivino. Ze wilde deze zo graag horen. Het is een lekkere plaat. Chill in uw tuin met een glaasje rosé. Hier is Michael Johnson en... I don't know.
39. 2 weken in de lijst. Niet alleen voor Miranda Mivino, maar ook voor Leo Elzinga draaiden we deze nummer 31 met Michael Johnson. En I'm Burning Up. Lekker doorgaan in de lijst. Die zei het al, 33 platen moeten we gaan draaien in deze 2 uur tijd. En straks, namelijk om 7 uur, gaan we een hele leuke plaat draaien, of hele leuke mix draaien. En daar wil ik Ewald Groen nog even voor bedanken. En dat was een leuke hint van hem ook al vanaf die kant. Dat vandaag is namelijk jarig. En moet je even niet vergeten, onze Joop de Wingman, Joop van Wingen, is vandaag jarig. Hij is vandaag 49 jaar geworden. En ik wil bij deze alvast Joop feliciteren met zijn verjaardag. Maar Joop, jouw mix wordt gedraaid. Een mix van jou wordt gedraaid. Straks tussen 7 en 8 hier op jouw radio Stad Den Haag. Met natuurlijk het programma Dusko. Je douche vol met disco. Je disco. Trap, stap lekker voorbij op de tap, tap, tap. Plaat ook aangevraagd door jou daar aan de andere kant van de radio. Hier is Brian Ice. Hier is nummer 29. Lekker met Michiel van der Brugge onder de douche. In het programma Dusko. En er komt een douche van prachtige disco over je heen. Do you want to live in my life? Oh.
samen met Mickey. En een nieuwe sensation, nummer 28 genoteerd. Kwam toen van nummer 24, zakte 4 plaatsen, 7 weken in de lijst. Daarvoor draaide we nummer 29, kwam toen van 15, stond 6 weken genoteerd. Deze Brian Eyes en dat heette Tokyo. En nummer 29 draaiden wij speciaal voor Victor Lavrov. Victor, thank you for requesting this number of Brian Eyes. Victor, thank you, Victor. We go to number 28, nummer 28. Nee, we gaan eerst even naar... Oh ja, gaan we eerst naar nummer... Nee, wacht even. Oh jongens. Ja, nummer 28. Dat hebben we nu nog gedraaid. Dat was die George Aaron die je nu net hoorde met Mickey daarbij. Die was voor Marco Hendricks. Ik wil trouwens nog bedanken Marco Hendricks als je luistert. Voor het opsturen van allemaal ABBA-liedjes. Gemaakt door Matt Pop. Die vanavond natuurlijk ook weer samen met Peter Wilson in dit radio etablissement aanwezig zal zijn. Nou is het nu tijd voor. Dames en heren, zijn jullie er allemaal klaar voor? Jawel. Want hij heeft weer zijn best gedaan. Uit Utrecht komt deze man. Hij kan er wat van, deze Hans. Zoals hij op Facebook zich mag noemen. Hij staat er klaar voor. We hebben ze alle twee achter elkaar. U hoort nummer 27 en nummer 15 hier op je radio. This is one DJ you don't wanna fuck with. Michiel van den Bruggen. Radio Stad en Haag. Thank you.
met Ricardo van Arnhem doe ik het ook altijd. Dus waarom zullen we het bellen? Ja, geweldig, jongens. Ja, geweldig. Wat was het weer lekker, hè? Oh! Hebben we nou ons hier gehad? Heerlijk, heerlijk. Twee platen achter elkaar. Hans heeft dat gemaakt. Onze man die in Utrecht daar woont. 27 nummer 15 hoorde je. Nummer 27 was To Be or Not To Be van Jokertel. Je weet wel, de man die erachter hangt is natuurlijk Albertone Carpani. Ging natuurlijk van nummer 38 naar nummer 27. Zo'n twee weken genoteerd. En nummer 15, dat was Venus van Bananarama. Ook weer zo'n toevalletje eigenlijk. Want ja, vanavond hebben we Pieter Wilson hier in de uitzending. En Pieter Wilson heeft toevallig ook weer met Bananarama samengewerkt. Dus dat was natuurlijk ook logisch. Want hij deed natuurlijk heel veel voor Stock Eat Kunnen Waterman. Ja, dat is nogal vrij logisch dat je dan ook Bananarama erbij krijgt. Niet alleen een Sabrina Salerno of een Samantha Fox. Maar natuurlijk ook deze. Bananarama, Venus, oud nummer van Shocking Blue. Haagse band, Mark. Dat even zeggen, ja hoor. Ging van nummer 13 naar 15 en stond toen 7 weken genoteerd. En dit is voor Marcel Scheffers. Hij vindt hem lekker, denk ik. Motown Label verschenen toe, hop. Het is een hele grote familie, is dit. Ja, hele grote familie. Ja, L.D. Barge, je kent het vast nog wel. Hier is nummer 34 toe van nummer 24 voor de tweede week. Who's Johnny? Is Johnny. De enige Johnny die wij kennen heet Johnny Remmerswaal. Dat is de enige die wij als Johnny nog wel kennen. Even nummer 23 overslaan. E.G. Daily. Gooi even in de kast. Of ja, gisteren kwamen er ook heel veel mensen uit de kast. Deze vrouw krijgt heel veel mensen aan de deur. Dat zijn van die stroomverkopers of allerlei andere dingen. En dan zegt ze gewoon dit in één keer tegen, weet je.
Radio Stad Den Haag. Italians come from Italy. Frenchies come from France. I bet you can't guess where I come from. Come on, you've got a chance.
Mevrouw Terfy, Catherine Quay was dat. White and Black was deze maak gemaakt. Plaat werd gemaakt in natuurlijk het jaar 1986, waar we nu in zitten. Week nummer 32. Leuk dat je nog steeds bij bent in grotere talen. En zometeen gaan we trouwens een mix draaien tussen 7 en 8. Voor een man die vandaag jarig is en die heeft de Gwen Guthrie aangevraagd, die we net hebben gedraaid. Die ging van nummer 42 naar nummer 22. Het heet Nothing Going On met The Rant. 2 weken stond zij daar genoteerd. En Joop Wingman, The Wingman. Wou hem graag weer eens horen, deze Grant Guthrie. Zo hier in 1986. Joop, nogmaals van harte gefeliciteerd, man. 49 jaar vandaag. Maakt er een groot feest van. Het weer gaat lekker mee, dus daar moet je er ook van gaan genieten. Teffy de net ook. Die ging van 46 naar 21. In deze remix-uitvoering in Black and White. Joe Nathan Joosten wou deze horen. Heeft hij doorgegeven afgelopen donderdag, vrijdag, zaterdag. Wat kun je ook doen, het houdt deze week het ook in de gaten via Facebook. Als ik even weer een lijstje aan het posten ben, geef dan even lekker je nummer door. Je mag ook natuurlijk het plaatje erachter knallen, mag ook. Maar je mag ook gewoon het nummer geven. We vinden ook meer dan geweldig, jongens. Ja. Pete de Zero, als jij luistert, deze is voor jou. Want jij vindt deze nog steeds lekker klinken. En dan kan ik me nog wel een beetje in komen. Alberto Carrara, zoals deze man mag heten. SOS Bandido. Ging van 28 naar 20 voor de 5e week. Deze Carrara heette SOS Bandido. En trouwens inderdaad, Joe Nathan Joosten Terfy, officieel uitgebracht Black and White in 1982. Dat klopt. Maar deze keer stonden ze daar als remix in. Dus het is weer heruitgebracht. En ja, zoals nog gestegen van nummer 46 van 21. Dat was weer het verhaal over Terfy met haar mooie plaatje hier zo op de radio. Zometeen gaan we nog MC Michael G draaien met New York Against LA. Dat is trouwens de hoogste die er binnenkomen in de lijst. Maar voordat we daar zijn, hebben we nog even deze plaat op nummer 19. En deze plaat op nummer 19, die werd ook aangevraagd door iemand die het ingestuurd heeft. En wie is dat anders dan Marco Hendriksen. Marco, bedankt voor deze plaat. De plaat die ook gas op die lolly geeft. Zodat je denkt, die gas even lekker gas geven. En dat deden ze dan ook op Time Records. Het recordlabel van natuurlijk Farina Grivalente en Mauro Farina en Giuliano Grivalente. Dat moet ik even zeggen.
Tot en met 87 waren Antonella Pepe en Angela Parisi de zangeressen van deze Gypsy and Queen. Daarna kwam Clara Maroni. Ja, die hoor je ook wel eens. Voorbij komen in Venti del Zuro. Trouwens, morgen ook weer een aflevering met natuurlijk weer Paolo Jai erbij. En met Antonella Pepe. Die is er nog wel langer bij gebleven. Maar hier zijn ze dan. Ik zou zeggen, vier feest. Gooi de stoelen aan de kant. De 50 van 1986, 35 naar 19 voor de derde week. Gypsy Queen van Gypsy and Queen. Ja, die plaat was honneur natuurlijk voor Marco Hendriksen. Die voegde deze zo leuk aan. En die hebben we dan ook voor Marco Hendriksen gedaan. We gaan eens even naar nummer 18, dames en heren. Nummer 18 is nog niemand aangevraagd, logisch. Maar er zijn natuurlijk allemaal nieuwe binnenkomers. Zullen we die nieuwe binnenkomers even een beetje doornemen? Dat lijkt me voor een geinig effect. De nummers die nieuw binnengekomen zijn, zijn Louis Computer Soul nummer 50, 49 nieuw. MNG met When I Let You Down, 47 nieuw. Een New Day van de Alice Groba Band, die ook weer nieuw uitgekomen is op het Event in Azuro label. Alicia, natuurlijk met One Way met Let Me Feel Your Body, nieuw op nummer 41. Het is nu tijd voor nummer 18. Dat is ook een nieuwe binnenkomer, dames en heren. Ja. Michiel van der Bruggen. Hij is er nog steeds tot en met 7 uur hier bij jou. De flitsende 50. We gaan terug naar 1 januari 1988. Toen werd deze plaat ook gedraaid toen Radio Stad de lucht uitging. Hier zijn MC Michael G en DJ Sven met New York Against LA op 18 nieuw. Radio Stad en H. Well, I'm the Mr. Rapper, and I tell you what, so you can tell my part.
stories by the rockers of A. The seven young boys with added shame. And when you see them breaking and feel the force, you know you got a choice about seven doors. So take the first one, but do it fast. You can see the freestyle of the man kid desk. He's a rocker of D. Say what? There's more. An Olympic head spinner by the second door. Yourself that you can do it fast. The white knees better known as the head spin master. My mess with kids, what number three? A beeper with the windmill, it's great to see. Faster there, fast break to number four. Flex rock, and you know if he's ready to score. About five, say what, we'll open it. Adopt the rock, the best sugar, also city kid. Two brothers are the next, and one is the leader. Michael Man is the name, he's a late discreet. For a fresh break, show we don't need any Jackson. So we fresh operates as the brothers are extra. Gotta rap invasion in a funky nation, but the Mike G rap is a real sensation. MC Michael G en DJ Sven. Tegenwoordig is DJ Sven natuurlijk DJ of sidekick bij Rob van Zomeren. Bij Radio 10, daar doet hij het allemaal. Deze man en deze MC Michael G, die heeft een beetje lager wal geraakt. MC Michael G, dat deed hij trouwens alleen deze plaats. Sorry, Sven zat daar niet bij, maar goed, dit terzijde. In ieder geval nummer 1 gaan we niet draaien. Dat doen we dan de Stad Zomerrap, omdat hij nu natuurlijk met MC Michael G al een keer langs geweest is. Dachten van nou, dat doen we gewoon lekker. De Stad Zomerrap, straks draaien wij die voor nummer 1 hier in de lijst voor vandaag. Nou, dan gaan we even die lijsten weer voorbij halen. Want zoveel mensen hebben alles aangevraagd. Dan word je helemaal... nummer 17. Dat is door Elroy Heesbeen gedaan. Onder andere door Gerry Bruggen. Die wilde hem ook horen. En Sylvester Bos. Die vond hem ook wel aardig. Nou, ik kan me voorstellen hoor. Het is een plaat die... de eerste keer ook een keer in Rusland bij een feestje is... heeft hij opgetreden. Deze man. Deze Eddie Huntington, ja. Hi, this is Eddie Huntington here in Holland and you're listening to Radio Stad Den Haag.
was heel aardig. Was hij trouwens met zijn USSSSSR. Op nummer 17 genoteerd, kwam van nummer 33. Stond 3 weken in de lijst voor 1986. En deze nummer, kijk hoor, nummer 17. Ja, die werd aangevraagd door een aantal mensen. Andreas Brandt wou deze nummer horen. En Gerry Bruggen was ook nummer 17. Sylvester Bos was ook nummer 17. Elroy Heesbeen had ook nummer 17. Nou, wel bekende plaat, beroemde plaat. En voor heel veel mensen herkenbaar natuurlijk. Dat is logisch. Eddie Huntington met USSR is herkenbaar. Nou, even verder met deze volgende plaat. Dat is een plaat van natuurlijk, je weet wel, nummer 13. Want we hebben natuurlijk al nummer 15 gehad met Venus. Die hebben we gehad. Die hebben net al in de mix van Hansie Hansgoort. Zometeen trouwens nummer 9 en 3. Die gaan we draaien van Ricardo Bernardo. Maar even naar een plaat die voor heel veel Italo-liefhebbers, zeg maar, de Italo der Italo is. En dat kan ik me best wel voorstellen. Zelfs natuurlijk Eddie Biami, Edward Den Haier, Tony Renzo moeten we ook niet vergeten. En Richard van der Hoeven, die vonden deze plaat prachtig. En waarom zouden we dan ook niet draaien? Ja, daarom draaien we ook. Ja, omdat die zo mooi is. Mooie arrangement. Prachtig. Synthesizer erin. Wow. Wat wil je nog meer, hè? Dit is Radio Stad Den Haag. Dit is Dusko. Je douche van de disco. USSR, hè? Je zou Ewald Groener kunnen laten doen. Zou er best in kunnen, weet je. Dat was hier trouwens Discovery. Prachtige plaat, 1986. 13 stond hij daar genoteerd. Er stond 12 weken al in de lijst voor vandaag. En 4 weken stond hij erin. Deze plaat van, natuurlijk, je weet wel, de McGovery. Helaas ook niet meer onder ons, maar is ook hemelen. Dus maar goed, de muziek zie je weer. Blijft dan weer allemaal weer lekker bestaan, hè, hier voor jou. Vandaag trouwens 5 juli, je weet het. Vandaag Joop de Wingman, de jarig. En vandaag in de studio vanavond Peter Wilson. Die komt ook langs. Vandaag is het trouwens Wereldvriendschapsdag. Als je dat nog niet wist, het is Wereldvriendschapsdag. Neem je vriend mee naar de zee. Oh, mooi hè, heerlijk. 1962 trouwens, van deze 5 juli, ging Marilyn Monroe zeggen, ik ben er niet meer. Werd dood ergens gevonden, deze Marilyn Monroe. En in 1981, hier in Den Haag, werd het eerste Parkpopfestival georganiseerd. Waar onder andere Grupo Sportivo in zat. Die de grote hit toen hadden met Disco Really Made It. This Empty and I Hate It. Wat ik overigens wel een hele goede plaat vond. Maar dit terzijde. 1999, Eurythmics gaan na 10 jaar weer een keertje een wereldtournee maken. Deze Eurythmics kennen natuurlijk van Annie Lennox. En natuurlijk Dave Stewart, die er alle 2 in zaten. Nou, dan gaan we verder met de lijstjes voor vandaag.
net nummer 13 gehad. We gaan nu naar nummer 12. En nummer 12 is voor Andy Roos, onder andere. Maar niet alleen voor Andy Roos. Ook natuurlijk voor veel meer mensen die deze aangevraagd hebben. Ik kom er zo meteen om. Ook Marco Hendriksen, die waren we ook horen. Hier is Scorch en Mirage. It's raining. Scorch, kent ze van de Disco Band. Genoteerd op nummer 12 tot hoeven nummer 11. En zakte dus even één plaats en stonden 7 weken in de lijst. Nou, dames en heren, ik zeg de stoelen aan de kant. Ja, allemaal. Het is zomer in Nederland, dus waarom ook niet? Deze is voor Rick uit Rotterdam. Hier zijn de Two Man Sound.
Samba, elf genoteerd, kan toe van nummer 8 uit. Tot 5 weken genoteerd, niet alleen onze Rick Rotterdam bouwt deze plaat horen, maar ook Harry den Dulk. Harry, echte Scheveningen. Harry is een den Dulker, ja. Dat zijn van die echte Scheveningse namen zijn dat. Ricardo Bernardo, we gaan hem nu draaien voor jou, nummer 9 en nummer 3. Dus je hoort deze plaat van Michael McDonald met Sweet Freedom. En nummer 3, zometeen Level 42 met Lessons in Love.
een leuke remix. Lessons in Love, op nummer 3 genoteerd. 3 blijven staan. Tot al 14 weken in deze 1986-lijst van week nummer 32. Op deze augustus. Ja, we zitten op 5 augustus. Was even in de war hoor, Elroy Heesbeen. Die wijst mij erop. Die zegt 5 juli. Ja, nee. Het is 5 augustus. Dan moeten we nog even in de rekening houden. Maar Ricardo Bernard, jongens, ik vind het geweldig. Ja, heel goed gedaan. Ja, prachtig. Ja, nee, helemaal goed. Leuk in elkaar gewinst, in elkaar geflansd om even zo te zeggen. Ja, die goed gedaan met deze Ricardo Bernardo. Nou, door met de lijst nog even. We hebben nog een aantal nummers te draaien. En straks natuurlijk om 7 uur is hij er, Joop van Wingen, de Wingman. Gaan wij een mixje van draaien. Maar eerst een plaatje voor meneer Paul Thompson Bernard. Die ook iedere week trouw werk verricht voor dit radiostation. En Paul Thompson, thank you very much for doing everything you can for our radio station. Thank you very much. 15 draaide ook over hem, maar die hebben we aan het begin van deze avond gedraaid. Dat was Venus van Bananarama. En deze vindt hij ook zo geweldig. Het plaatje dat gaat over het feit dat jij vroeger altijd van je vader altijd een preek kreeg. Je moet dit, je moet je huiswerk maken. Bernard, thank you for giving us this record. En nu gaan we even naar een ander nummer. Wij gaan even naar De Dikke. Ja, De Dikke op 6 genoteerd staat hij daar. Die hele lekkere, dikke, gezellige man. We hebben het over Albertone Carpani met zijn nummer Secrets op nummer 6. En nummer 6 werd aangevraagd, trouwens door 2 mensen. Karin Karsten vroeg deze plaat aan. En niet te vergeten, ons Andy Roo. This is one DJ you don't wanna fuck with. Michiel van den Brugge. Secrets.
Radio Stad Den Haag. Slaghuis, helaas ook aan het hemelen, ook niet meer onder ons. Met zijn New Shoes en I Can't Wait. 5 genoteerd van 6 van de 19 weken die hij in de lijst stond genoteerd voor vandaag. We zitten natuurlijk in 1986, week nummer 32. En nummer 5 was voor Paul in de... En niet te vergeten, onze Peter van de Bos, die wou hem ook heel graag horen. Nou, leuk. Nou, hier is hij wel, dames en heren. Nummer 4 in de lijst. Hey, hey guy, are you happy? I am Ken Laszlo, Radio Stan Benag. That's gone. All can be white.
prachtige plaat. Dat heet natuurlijk Don't Cry. Genoteerd op nummer 4, komt over nummer 9. Hij stond maar liefst 3 weken in de lijst nog maar. Dus daarna. We moeten even doorzetten. Het is 3 minuten voor. We willen nog even de nummer 1 draaien voor vandaag. Ik wil Yo, You There. Van de other side of the globe. En jij er aan de andere kant van de radio. Heel hartelijk bedanken voor het luisteren weer naar Dusko. Vandaag je douche vol bij disco. Ging naar 1986, week nummer 32. Ik wil ook al de mensen bedanken. 26 mensen die allemaal weer gestemd hebben. Doe dat ook de komende week weer. Want je ziet er zelf op Facebook voorbij komen. Nou, ik wil ook Hans er even bedanken voor zijn mix. En natuurlijk Ricardo Bernardo. Ook voor het mixen voor vandaag. En dan is het nu tijd voor een overzicht, dames en heren. Ja! Hou op een rij. Daar komen ze, nummer 10. King MC, What Have You Done? What Have I Done For You Lately? Sweet Freedom, Michael McDonald, nummer 8. 9, sorry. En nummer 8, Papa Don't Preach, Madonna, Janet Jackson, Nasty, 7. 6, Secrets, Albert 1. New Shoes, I Can't Wait, 5. Don't Cry, 4 met Ken Leslo. Level 42, nummer 3 met Lessons in Love. En Mattia Bazar stond met 10 cent op nummer 2. Het is tijd voor de nummer 1 voor vandaag. Het zijn geen MC, Michael G. Hier zijn de stadjocks in de Holiday Rap. Het is weer zomer in Groot Den Haag en je ligt lekker aan het strand. De zon schijnt, je voelt je goed, je bent lekker bruin gebrand. Het is vakantie, je gaat lekker uit, je hebt helemaal geen zorgen. In augustus moet je weer naar school, maar dat is een zorg van morgen. Je bent blij, je bent jong en ook bruis je van het leven. Wij van Stad willen jou die vakantie dan ook geven. Voor muziek die jij het beste vindt, luister jij naar Stad Den Haag. Dan hoor je disco en de hits van morgen en vandaag. Rappen met z'n allen op holiday, trek je zwembroek aan en spring in de zee. Rappen met z'n allen op holiday, luister elke dag naar de 972. Rappen met z'n allen op holiday, trek je zwembroek aan en spring in de zee. Rappen met z'n allen op holiday, luister elke dag naar de 972. Dit is de stad, zomerrap. Je hoort aan mij aan thuis en op het strand. Geniet van de muziek die je nodig hebt, al loopt het af en toe een beetje uit de hand. We verwennen iedereen in Den Haag en dat doen we dan ook heel erg graag. We bezorgen jou de vakantie van je leven en met stad zul je dan nog wel beleven. Hallo, ik ben Lex, bekend van het mixen. De rest van de week zit ik lekker te niksen. Ik vind het allemaal niet zo ver. Na 3 jaar mixen, nog geen miljonair. En wij zijn de Happen en Stappen Boys. Zaterdagavond, that's your choice. Ricky, Romano en Jurgen van der Meer. We doen het gewoon, elke week weer. Rappen, we weten wel hoe dat moet. Het zit ons gewoon in het bloed. Je zit op het strand, lekker op je gat. Tussen Happen en Stappen, op Radio Stad. Vooral in de zomer is Stad favoriet. Vergeet daarbij de disco niet. Zaterdag begint met Freek Fontijn. En mijn programma heet dan Discolijn. Wat rijdt er nou op Discolijn? Dat is dat muziekmagazijn. Dat was van Leon Schutter toen. Jammer, we draaien niet helemaal. Maar het was wel de nummer 1 van MC Michael G, DJ Swan. Holiday Rap, nummer 1 genoteerd. 7 weken in de lijst en is op 1 blijven staan. Klein stukje in deze Stad Zomer Rap. Maar het is tijd voor Joop the Wingman. Hij staat klaar voor jou met een leuke mix. Ga ervan genieten. En Joop, vanaf deze kant nog van harte gefeliciteerd met je 49ste verjaardag. 49 jaar. I can do-